Moskee blaast lezing van omstreden sheik af. Ravage na ongeval A2. En gemeente moet muziekgebouw saneren, vindt het muziekpodium. De omstreden sheik Al-Karni uit Saoedi-Arabië komt morgen toch niet naar de Eindhovense Al-Furqaan moskee. Het bestuur van de moskee wil met het besluit goedwil tonen richting de Eindhovense samenleving en de gemeente. De afgelopen dagen was er veel commotie ontstaan over de komst van de sheik. Hij deed in het verleden omstreden uitspraken en zou hebben opgeroepen tot geweld. Volgens de moskee wordt de positieve boodschap van de sheik ondergesneeuwd door alle maatschappelijke commotie. De oppositie in de Eindhovense gemeenteraad riep burgemeester Van Gijzel gisteren al op om de komst van Al-Karni tegen te houden. In de context van deze tijd, waarin we met vele haatimams zitten, haatpredikers, waarin we met een actieplan radicalisering zitten, waarbij we het over uitreizers hebben, we hebben het over teruggekeerde Syriëgangers, moet je alles in het werk stellen om te voorkomen dat er zo iemand naar Eindhoven kan komen, die zo vaak kan spreken voor zo'n grote groep mensen, en dat hij daarmee anderen inspireert om allerlei dingen te doen die wij hier gewoon in onze samenleving niet accepteren en tolereren. Al-Karni is ook door andere Nederlandse moskeeën uitgenodigd. Het is nog niet duidelijk of hij op een andere plek in het land gaat prediken.